Inwoners van Wijchen, Batenburg en Appeltern vroegen zich dinsdagavond rond 19:30 af wat twee helikopters te zoeken hadden in het luchtruim boven hun gemeente. Op Twitter vroegen mensen zich af wat er aan de hand was. Navraag leert dat het ging om enkele Apache-helikopters van de Koninklijke Landmacht. Met deze helikopters worden regelmatig avondvluchten gedaan om te trainen, zo meldt een woordvoerder.